Gaan we naar de brandweer, Lisette Wellens. Want er is gedoe bij de vrijwillige brandweer. Ja, die dreigt namelijk te verdwijnen. Het is een heel Nederlands systeem wat we hier hebben. 80% van het korps bestaat uit vrijwilligers. De rest dus uit beroeps. Ze zijn eigenlijk echt de ruggengraat van de brandweer, zou je wel kunnen zeggen. Maar door EU-wetgeving moet dat nu veranderen. Vrijwilligers moeten betaald krijgen omdat ze exact hetzelfde werk doen als beroeps. Alleen ja, dan doen ze dat dus nu eigenlijk voor niks. Geld voor die salarissen heeft de brandweer alleen niet. En een denktank met deskundigen moet nu gaan kijken wat hier een oplossing voor zou kunnen zijn. Alleen die oplossing die lijkt niet direct voorhanden. Nee, maar die zeggen 80% dus vrijwilligers. Op zich zou je denken dat is dan een goed werkend systeem zoals we het hier hebben. Dat het blijkbaar mensen vrijwillig hetzelfde werk willen doen. Maar nu lijkt dat dus daar een einde aan te komen. Ja, dit is ook echt een heel ingewikkeld probleem. Een hele ingewikkelde vraag. Vanuit het ministerie van Justitie, mijn collega Vert Grapperhaus, die heeft ook gezegd van laat daar nou eens een aantal deskundigen naar kijken hoe we dat kunnen oplossen. Want we hebben juist in Nederland zoiets moois. Dat bijvoorbeeld op het platteland, hè, de meer regionale gebieden, er niet de hele dag mensen zitten te wachten, maar ja, er gewerkt wordt met vrijwillige brandweer. En dat werkt eigenlijk heel erg goed. Ja, dus wat dus betreft, dit moeten we dan wel kijken naar om dit toch, dit systeem, ja, zo te kunnen behouden? Ja, de vraag is hoe we dat een beetje in die regels kunnen passen.